Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Mijn naam is Jury en ik wil je als eerste vragen, ben je al geabonneerd? Nou, zo niet, doe dat dan nu meteen. Dat kan door hierboven even te klikken op de button en daarna ben je al meteen geabonneerd. Dus het kost echt helemaal geen moeite. En vandaag heb ik weer een leuke tip voor jullie. Namelijk van die babydoekjes. Dat zijn van die vochtige doekjes. Die kan je overal voor gebruiken om schoon te maken, om een beetje je handen op te frissen. Weet ik het. En normaal koop ik die. Maar dat is helemaal niet nodig. Je kan ze namelijk heel erg makkelijk zelf maken. En daar heb je maar een paar ingrediënten voor nodig. En ik weet bijna zeker dat je hier wel thuis hebt liggen. Dus kijk mee. Ik doe het eerst 150 ml water in de glazen pot. Daarna voeg je 5 ml baby shampoo toe. En als laatste voeg je ook een eetlepeltje kokosolie eraan toe. Ik heb deze een beetje verwarmd, zodat het makkelijker oplost. Als je dat hebt gedaan, dan ga je roeren. En dan is het mengsel klaar. Pak een keukenrol en snij hem door de midden. Oké, dan laat je dit even 5 minuten staan en dan trekt het mengsel in de keukenrol. En in de tussentijd kun je de deksel klaarmaken, dus dat gaan we nu even doen. Ik hoop dat je deze video leuk vond en probeer het zelf uit. Laat een reactie achter, geef ook even een duimpje omhoog. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig!